Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op zondag 29 september. Veel bewolking boven Nederland en er valt van tijd tot tijd flink wat regen. De regen wordt in de loop van de dag wat meer buiig van karakter. Met name in de noordelijke provincies valt veel water. In het zuidoosten is het nog wat vaker droog. De temperatuur ligt rond de 14 graden en vanmiddag wordt het zo'n 15 tot 18 graden. Er staat dan ook een stevige wind uit het zuidwesten. De wind is matig tot krachtig boven land en aan zee hard of zelfs even stormachtig. Ook is de wind vlagerig en kunnen er windstoten voorkomen tot zo'n 80 km per uur. Vanavond weinig verandering, nog steeds vallen er diverse buien, misschien ook wel met onweer en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Morgenochtend vallen er ook nog een aantal buien, maar de middag die verloopt vrijwel overal droog. De temperatuur ligt dan rond de 16 graden. Vanuit het zuidwesten gaat wel weer de bewolking toenemen en in de loop van de avond gaat het weer regenen. En dan krijgen we dinsdag ook weer een zeer natte dag met vooral veel water in de noordelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 15 en 19 graden. Woensdag en donderdag zien we de zon weer wat vaker, valt er een enkele bui. Maar de temperatuur gaat wel naar beneden. Het wordt hooguit 13 of 14 graden.